Bob, je ziet dat huisdieren steeds ouder worden. Gelukkig wel. Wat zijn nou veel voorkomende aandoeningen? Ja, het klopt wat je zegt. De honden en de katten zien we steeds ouder worden door de goede zorg en de goede voeding die ze krijgen van de baasjes. En wat je veel dan ziet bij die oudere dieren, dat zijn vele vormen van kanker. Net zoals bij de mens op oudere leeftijd. En artrose is ook een heel groot probleem. En vooral omdat die artrose pijnklachten gepaard gaan. En de eigenaar heeft niet vaak die pijnklachten in de gaten op tijd. Dus die dieren hebben een hele tijd al pijn en ongemak voordat de eigenaar denkt van nou is het echt niet goed. Wat is er tegen te doen? Hangt er een beetje vanaf wat de oorzaak van de artrose is. Soms kan je nog ingrijpen met een operatie, bijvoorbeeld in een kniegewricht. Als het door een kapotte meniscus wordt veroorzaakt, kan je de meniscus verwijderen. Maar het kan ook op basis van een infectie zijn. Dan moet je die infectie bestrijden. Sommige oorzaken liggen in het verleden. Bijvoorbeeld de slechte voeding in de jeugd, waardoor het kraakbeen slecht gevormd is. Nou, daar heb je dan later de pech van. Net zoals dat bij een gebit kan voorkomen. Dan kan je dus niks meer aan de oorzaak doen. En uiteindelijk kom je dan terecht in wat wij noemen de palliatieve zorg, dus de verzachtende zorg. Dan gaan we echt de symptomen bestrijden. Dus we gaan de ontsteking remmen, de pijn wegwerken voor het dier, gerichte beweging, optimaliseren van het lichaamsgewicht. Want artrosebestrijding is eigenlijk wel een pakketje van maatregelen, net zoals bij de mensen. Van welke gewrichten hebben honden nou het meeste last? Nou, eigenlijk wat je het meeste ziet, dat zijn wel heupproblemen en elleboogproblemen. Dat heeft ook te maken met het feit dat bij honden bij heel veel rassen groeistoornissen in de jeugd voorkomen die dan leiden tot artrose op latere leeftijd. En soms ook wel op een 3-4-jarige leeftijd, wat een hele teleurstelling is voor het baasje, afgezien van het feit dat zijn hond niet helemaal goed is. Ook nog geconfronteerd wordt met flinke kosten, want zo'n artrosebehandeling met medicijnen is levenslang. En dan heb je geluk als je goed verzekerd bent. En Reaal Dierenzorg is bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij die heupen en ellebogen operaties vergoedt. En ook de medicatie die daarbij hoort voor de rest van het leven. Als je op die manier verzekerd bent, dan is dat in ieder geval een tegemoetkoming in de kosten. Gelukkig dat die mogelijkheid er is. Ja, maar zeggen is fijn, ja. Dankjewel, Bob. Dankjewel. Wil je nou meer informatie? Ga dan even naar de website sbss.nl/huisdierentv.